Warte mal. Ich lade die Kast auf meinen Rücken. Aber hier habe ich in mein Sack. Hier, kijk mal da. Ein Mordorsche. Und was sieht da in? Was sieht da in, mein Junge? Da liegt in der Watte ein prachtig Silberringetje mit einem glanzend Rotsteentje. Na? Ja. Das ist mooi, zeg. Dat zou iets zijn voor mijn Japke. Japke, zei je. Kost dat veel, die Marie? Oh, ik zal het in je oor fluisteren. Nou, dat kan. Dat valt mee. Maar ik heb geen geld bij me. Aber, dat geeft toch niks. Dat komt toch. Ik blijf nog een volle week op Terschelling. En een zoon van Kijke Boer. Dat is toch een goed adres, nee? Natuurlijk komt dat goed, Marie. Maar met niemand een woord erover, hè? Maar natuurlijk, ik zwijg. Ik zwijg als dat graf aan, jongen. Nee, alsjeblieft. Ik wens je schönes geluk met zo'n süßes mädel. Oh, als ik nog jong was. Ja, maak het mondje dicht. Ik zwijg, mijn vriend, ik zwijg. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Tot ziens, Himmelrich. Tot ziens. Arjen. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het vijfde deel, Geen boer en geen zeeman. Kom er maar in. Dag Doeken. Dag Gordon. Kijk nou toch eens wie er is, Gonne. Dag, Arjen. Kom verder, mijn jongen. Kom verder. En neem een stoel. Schenk jij koffie in, Gonne? Natuurlijk. Een goede buur is beter dan een verre vriend, zeggen ze wel eens. Alsjeblieft, Doeken. Een eendvogel voor de zondag. Jongen. Ho, ho. Geweldig. Bedankt, Arjen. Gonne, we hebben een mooie eend voor morgen. Dat is fijn. Een eendvogel in juni. Tja, helemaal zuiver zou je daar ook wel niet aangekomen zijn. Maar het beestje is er niet minder welkom om. Jullie hebben het te danken aan Bruno. Zo, alsjeblieft. Een koffie. Dank je, Gonne. Te danken aan Bruno, zeg je. Maar jij komt hem brengen. Het volk van het kooihuis denkt toch altijd maar aan ons. Hé, Gonne? Ja, zeg dat wel. Zo, ja, de tijd voor de eendenvangst komt langzamerhand weer aan, hè? Ja, nog een week of zes. Ja, daar kijk jij zeker weer naar uit. Nou, reken maar. Wat hebben we het hier toch eigenlijk fijn, hè? Hier op ons Skilge. Jazeker. Maar je hebt toch ook veel gevaren, hè, Doeken? Oh, dat zou ik denken, ja. Was je liever al die tijd thuisgebleven? Nou, dat is een moeilijke vraag, Arjen. Dat is voor een Skilger een moeilijke vraag. Oh, ik ben blij met ons huisje hier, heel blij. Maar ik zou mijn tijd op zee niet graag gemist hebben. Ook het meest op de Oostzee gevaren? Veel op de Oostzee, ja. Ja, maar eigenlijk over de hele wereld. Onze Imse vaart nu op Zuid-Amerika. Maar daar ben ik ook geweest. Ja. Ja, wat ik allemaal niet heb meegemaakt. Ja. Ho, ho. Ik heb sinaasappels geplukt. Op de Ja. Beneden groeien de sinaasappels en boven op de bergen is het wit van de sneeuw. Op Tenerife. Ja, Arjen, ik heb schipbreuk geleden in de stille Zuidzee. En daar hebben de wilden me uitgekleed.
Letterlijk uitgekleed. Op mijn onderbroek na. Zo netjes waren ze nog wel. Wees maar blij dat ze je niet opgegeten hebben. Ja, dat zeg je, maar dat zou vast en zeker gebeurd zijn. We waren met ons vieren, ja. En als we 's nachts niet ontsnapt waren, dan zou ik hier nou niet hebben gezeten. Zwemmend wisten we het schip te bereiken. Ja. Nog een koffie, Arjen? Nou, nog eentje dan, Gonne. Graag. Tja. Dank. De zee trekt en het land bindt. Zo zal het ook met onze Imse gaan. Als hij uitgezworven is, komt hij ook weer hier wonen. Wat jou, Gonne? Oh, vast. Maar, ik kom nog voor wat anders. Wat anders? Kijk eens. Wat ik hier heb. Dat is een mes. Heeft Doeke daar misschien ook kennis aan? Oh, ho, maar alle mensen. Mijn mes. Mijn oude mes. Oh, 50 jaar geleden heb ik het gekocht in New York. Ik moest er een hele dollar voor betalen, Arjen. Maar hoe heb jij dat gevonden? Nou, ik heb toch verteld dat ik na het noodweer van vorige week bij paal 20 een oud wrak had ontdekt? Jij ouwe jutter. Jij kon natuurlijk niet van die oude schuit afblijven, hè? Mijn mes terug. Mijn oude mes. Oh, kijk, Gonne. Hier, mijn letters staan erin gebrand. D.M. Doekemier. Warempel. Het schip was één zandklomp. Maar toen we wat zand weg hadden gegraven, vonden we de brug. En toen we een stuk hout afbraken, kwam ineens dat mes tevoorschijn. Het zat in het hout. In het hout. Maar we konden niet verder op zoek gaan, want het noodweer werd te hevig. Maar Doeke, weet je wat nou het gekke was? Nou? De volgende dag was het stralend weer. En toen ben ik nog eens gaan kijken. En toen was het weg. Wat was weg? Het wrak. Geen spoor meer. Eén dag liet de zee haar buit zien, maar pakte het toen weer gauw terug. Tja, zo gaan die dingen. Maar kom, ik stap weer eens op. Moet jij nog verderop? Ja. Ach, het is anders zaterdagavond en wij hebben geen haast. Wat jou, Gonne? Nee, ik ga echt. Nou, in elk geval bedankt voor de eendvogel, Arjen. En niet in het minst voor mijn mes. Dat ik dat op mijn oude dag terug heb. Nou, goedenavond. En een goede zondag dan maar weer. Ja, een goede zondag. Neem je rust ervan, want het wordt bijster goed weer. En dan zal er werk genoeg zijn bij jullie op het kooihuis. Oude jutter. Oh, doe ik het toch. Maar ik kom wel helpen. Nou, dan ga ik maar, hè? Goed, mijn kind. Het is zaterdagavond. Waar moet jij nog naartoe? Laat Japke toch gaan, vader. Ik laat niks gaan. Ik wil weten waar mijn dochter s'avonds naartoe gaat. Ik zou nog even bij oom Volkert langs gaan. Dat heb ik beloofd. Oh, maar maak het niet te laat. Ik hou niet van nachtbrakers. Toe, Hille. Japke is geen kind meer. Hou jij je daar buiten, wil je? Nou, tot straks dan. Je bent veel te streng tegen Japke. Ik wil dat jij daar buiten blijft. Dag, Japke. Arjen. Oh, je liet me schrikken. Ik had er zo'n idee van dat je nog weg zou gaan. Heb je voor ons huis dan wachten? Nee, ik kwam toevallig net langs. Ik was even bij oude Doeken om dat mes terug te geven. Oh. Ben je al lang thuis van de groeden? Oh, al lang. Ik wil nog even naar mijn oom Volkert. Zal ik even met je meelopen? Hè? Nou ja, vooruit dan maar. Je ta was gisteren nog bij mijn moeder. Mijn min heeft mij dan niets aan gezegd. Maar ik heb zelf gezien. Mijn ta bij jullie? Ja. Was hij neidig op je? Waarom zou hij neidig op me zijn? Daar weet hij ervan. Waarvan? Toen nou, Japke. Had hij niets door, Famke? Wat zou hij dan door moeten hebben, mijn jong? Hij raadt alleen maar wat.
Hij ging wel een beetje tekeer tegen me. Tekeer? Tegen jou? Ja. Tegen jou? Dat heeft hij niet te doen. Daar heeft hij het recht niet toe. Nee. Jij bent toch geen kind meer? Kom hier. Ik wil je beschermen. Oh, Arjen, toch. Kom hier. Ik laat je niet meer los. Oh, mijn Japke. Mijn Fanke. Maar Arjen, toch. Moet iedereen ons zien? Vooruit. Laten we even duin in gaan. Iedereen mag ons zien. Vooruit. Kom. Kom dan. Oh, ik zal je... Nee. Oh, oh. Oh, Japke. Mijn Fanke, mijn Fanke. Je bent veel te wild. Nee, ik ben niet te wild. Ik ben zoals ik ben. Oh, je bent lief. Mm, je bent lief. Nou, zeg eens op. Met wie zit je hier nou liever? Met Siebebuur of met mij? Hey, wat kijk je me nou vreemd aan? Je moet niet zulke rare vragen stellen. Ben je nou boos? Goed. Geen gekke vragen meer. Ik heb iets voor je. Maak dit doosje maar eens open. Hè? Voor mij? Voor jou. Wat is dat? Oh, een mooi... Nee, wacht. Oh. Laat mij. Zo. Om je vinger. Arjen. Vind je die mooi? Oh, ja, natuurlijk vind ik het mooi. Prachtig. Ik heb het van Himmelrie gekocht. Maar Arjen, we hebben toch nog niet eens vaste verkering? Wat bomt dat nou? En trouwens, het is toch geen... het is toch alleen maar een mooi ringetje? Ja, maar als mijn ta dat ziet... Jouw ta! Ja, je hebt makkelijk praten. Maar hij jaagt me de deur uit als hij het weet van het ringetje. Nou, dan kom je maar bij ons. Jouw Mim zal me zien aankomen. Mijn Mim? Denk je dat mijn Mim niet aan onze kant zal staan? Nou, dan ken jij kijken niet goed. Ik ken jouw Mim wel goed, Arjen. Heel goed zelfs. Zoals jouw Mim is er geen. Zoals die reilt en zeilt en alles opgevangen heeft toen jouw ta... Ik... Nou ja, dat doet toch niemand daarna? Kijk, is nooit bang voor niemand. Oh ja. Ik zou willen dat ik zo werd als jouw Mim. Lief van je, om dat zo te zeggen. Zoals Mien Mim is er niet één. Hm. Niet één. Maar ik ben niet zo sterk, Arjen. Lang niet. Ik ben gauw bang. Ik ben zelfs bang voor mijn ta. Bang voor jouw ta? Ja. Niet echt bang voor wat mezelf betreft, maar... Maar toen hij in staat zou zijn als hij kwaad wordt... Daar moet van jou niet veel hebben. Maar eigenlijk moet hij van helemaal niemand iets hebben, hoor. Ta vindt altijd maar één ding goed. En dat is zoals hij is, zoals hij doet, zoals hij denkt. Ja, Siebeburen vindt hij goed. Ja, dat is waar. Mijn ta zou Siebeburen een goede man voor mij vinden. Ja, dankzij de centen van die oude van Buren. Maar ik moet Siebe niet. Hoor je me, Arjen? Ik moet Siebe niet. In geen 100 jaar. Echt? Heus. Oh, mijn Fanke. Mijn Fanke. Kom. Zo met je hoofd op mijn schouder. Mijn Fanke. Oh. Mijn Japke. Oh, mijn lief. Zo. Zijn jullie daar? Daar. Hille. Dat dacht ik wel. Jullie samen. Dat heeft Hille dan goed gedacht. En doen we daar zonde aan? Ja. Ja. Ach, wel nee, man, helemaal niet. Sta op, Japke. Zou jij niet naar oom Volkert gaan? Ach, Hille, ze heeft liever een jonge vent dan een ouwe. Hou je mond, jij. Dus je was helemaal niet van plan om naar je oom te gaan? Eigenlijk niet, nee. Dus je beloog je daar, hè? Nou, zeg op. Daar zal Hille dan wel om gevraagd hebben, denk ik zo. Niet doen, Arjen, niet doen. Wat niet doen? Ja, Hille, je ziet het. Zo is het nu met ons. En daar is niks meer aan te doen, man. Sta op, Japke. En ga mee naar huis. Maar we menen het goed met elkaar, Ta. Ga mee. Dat zou niet geven, Ta. Ik blijf toch bij hem. Je bent een brutaal famke. Jij die een feit als hij bij buren kan krijgen. Jij met zo'n zwerver. Fruit. Nee.
is bedtijd. En als je maar weet, Arjen van Kijkendoekse, op de goede zie je mijn dochter niet meer. Ach, Hille, het kooibos is er ook nog, man. En het duin, dan mag Hille wel elke avond op wacht staan. Want wij laten elkaar niet meer los. Hille moet niet denken dat we bang zijn, hoor. Niet doen, Arjen, niet doen. Zeg Hille nou maar wat hij op me tegen heeft. Alles. Alles. Je bent geen boer, je bent geen zeeman. Je bent niks. Nee, Hille is alleen maar een kerel. Ga je nou eindelijk mee, Jokke? Nee, Ta, zo niet, zo niet. Ik ben geen slavin en ik ben meerderjarig. Dan gaan de deuren op slot. Ta, Ta, doe nou toch. Die schuld komt op jou neer, Arjen Boer. Tja, dat zal wel, dat zal wel. Ach, we moeten maar denken aan zo'n zwerver is. Toch niks verloren, man? Nee, dan zie je buren. Die zandzak. Ja, Hille zoekt het voor zijn famke maar goed. Gelukkig zijn we er zelf ook nog. Japke, ik ga nou naar huis en jij gaat met me mee. Je blijft niet bij dit stuk ongeluk. Doe maar. Geen boer, geen zeeman, maar wel een stuk ongeluk. Wat is hij dan zelf? Hier schiet er niks mee op, Arjen. Japke, ben ik dan niks? Dat zegt hij maar zo in zijn kwaadheid. Japke, de deuren gaan allemaal op de grendel. Als je dat dan weet. Ze horen nou toch eens. Oh, ik had hem zijn ribben wel kunnen breken. Daar schieten we ook niks mee op, Arjen. Met zulke praten. Daar schieten we ook niks mee. Nou ja, we zullen wel zien wat er van komt. Ja, ga nou maar naar binnen. Goedenavond, Mim. Met laat, Arjen. De potjekoek is al koud. Is Laas er ook? Laas? Nee, Mim. U hoorde Japke. Japke? Ja, we hebben ongenoegen gehad met Hille. Nou ja, ongenoegen, dat is eigenlijk het woord niet. Nou, je doet maar. Maar we hebben toch de jaren, Mim? Ach, daar zeg ik ook niks van. Japke is een goed famke. Waarom komt ze niet verder? Japke! Ja, we hebben erge ruzie gehad, Mim. Hij maakte me uit voor alles wat lelijk was. En hij wilde dat Japke meteen met hem meeging. Nou ja, dat wilde Japke niet. En toen zei hij dat alle deuren op de grendel gingen. En dat Japke er niet meer in kwam. De deuren op de grendel? Die man is niet goed wijs. Heb je de deuren geprobeerd? Dat wou Japke niet, Mim. Als Tata zo doet, dan wil ze niet eens naar huis. Ach, die Hill is een kinderachtige kerel. Maar laat Japke binnenkomen. Wacht, ik haal haar wel. Japke! Japke, kom binnen, hè, gauw. Ik ga niet naar huis, ik wil hier blijven. Niet naar huis, dat is allemaal gekheid. Arjen, ze gaat natuurlijk naar huis. Ik wil haar hier niet hebben, ik denk er niet aan. Ze hoort thuis. Maar ik denk dat ze niet goed naar huis durft, Mim. Ik durf best, maar ik wil niet. Je moet naar huis, Famke. Je huis is je huis. Maar hij scheldt zo op Arjen. Dan slaap ik nog liever in het duin. Ah, Japke... Je bent een goed famke hier. Ga zitten. Potje koek is nog niet helemaal koud. Zo, eerst wat eten. Potje koek met stroop. Wat wil je nog meer? Alsjeblieft. Dank je, kijken. En dan loop ik straks wel even met je mee. Ach, dat helpt toch niks. Kijken kent mijn Ta niet. Ta zegt ook dat ik niet meer op de groeden mag. Maamke moet er maar van school komen. Kijken kent haar niet. Oh, dat denk jij maar, Japke. Al meer dan 40 jaar ken ik jouw Ta. En goed ook. Hij neemt Maamke niet van school. Hij zegt dat Arjen een niks is. Geen boer en geen zeeman. Ja, dat moet hij zeggen. Geen mens is niks, Famke. Maar ja, dat je Ta zich zorgen maakt... Trouwens, Japke schold mij gisteren zelf nog uit voor een zwerver. Ja, dat meende ik natuurlijk niet. Ja, jij moet nou niet te veel praatjes krijgen, Arjen. Want eigenlijk ben je een zwerver. Maak me daar zorgen genoeg over. Geen echte boer, geen echte zeeman. Daar heeft Hille gelijk in. Daar heeft Hille geen gelijk in, Mim. Aan de zee heb ik nou eenmaal geen hekel. Maar ik ben boer genoeg. Ik zal toch zeggen... Ik ben toch niet minder dan Hille? Ik ben toch minstens net zo goed boer als hij? Als je wilt, ja. Als je maar wilt. Je zult zo langzamerhand toch wel eens een keuze moeten maken, Fijntje. Dat zal ik ook wel. En helemaal als Japke en ik... Nou, dat hoop ik.
En we hebben nog de tijd. We zullen zien. En ik ben er ook nog voor kijken. Zo is het, Famke. Onthoud dat maar goed. Wij vrouwen, wij zijn er ook nog. We zijn minstens zoveel vaart als een man. Zeg dat maar tegen je ta, als hij weer zo uitvalt. Maar, nou moet je naar huis, kind. Kijken, is Jopke hier? Dat is mijn Mim. Ja, Jopje. Kom er maar in. Oh, ik dacht het wel. En kom, kind, kom mee. Dat gaat toch zo niet? Wat zeg jij nou, kijken? Nou, Hille zou de grendels op de deur doen, Jouk. Ze kan toch niet door de schoorsteen? Kom nou, de grendels. Je sluit de kind toch niet buiten? Kom nou mee, Japke. Je ta is naar bed. Ik ga net zo lief niet. Altijd maar schelden op Arjen. Het is net alsof... Nou, nou, zeg het maar voluit. Geen boer en geen zeeman. Een niksnut. Ja. Nou, wat zegt Joukje daarvan? Nou, je het vraagt. Ik heb er ook mijn zorgen over. Hille en Jouke maken zich te veel zorgen van wat er hier in het kooihuis omgaat. En ieder moet zijn zorgen maar binnen zijn eigen muren houden. Dat zeg ik. En nou gaan we allemaal naar bed. Ik wil morgen naar de kerk. Doe maar, mijn Famke. Ik weet niet. Kom maar even mee naar buiten, Japke. Ja, dat is goed, Arjen. Ik heb gezegd, Joukje, dat Hille niet goed wijs lijkt. Gisteren kreeg ik de wind van voren. Ik deug niet. Arjen deugt niet. Zijn eigen dochter deugt ook niet. Wie deugt er eigenlijk wel? Hij alleen? Dat is het juist, kijken. We zondigen allemaal. Die man kwelt zichzelf het meest. Hij heeft geen tevreden uur. Dat zal ik wel weten vanzelf. Hij neemt de dingen zo zwaar op. En nou dit met Arjen en Japke. Arjen kent geen bestendigheid, dat weet je zelf ook. Ik weet niks. Als het nou nog je zoon Laas was, die is rustig, evenwichtig. Maar wat moet het als een man er telkens uitloopt? Ook als er geen sprake is van alles op het strand. Daar maakt Hilde zich zorgen over. Ach, mens, dat komt toch immers terecht. Japke is zo goed, Famke, kijken. Altijd gewillig. Nooit is er iets te veel. We zullen haar moeilijk kunnen missen. Ja. Japke is een best Famke. Maar Arjen is een goede zoon. Altijd opgeruimd. Altijd behulpzaam. Voor jong en oud. En zo eerlijk als goud, Joukje. Zo eerlijk als goud. Ja, zeker. Zeker. Zou je denken dan dat het wel kan met die twee? Ach, het komt er niet op aan wat wij denken. Wat de Heer samen wil voegen, dat scheiden wij toch niet? Tja, als we dat zeker wisten. Ach, wat zeker weten? Jullie weten niks. Jullie kermen alleen maar. We zondigen allemaal en elke dag. Daar heb je groot gelijk in. Maar een mens met geloof hoopt toch ook nog een beetje op genade. En als dat niet komt... In hemelsnaam, we kunnen niets anders dan ons best doen. Maar kermen geeft niks, Joukje. Dat helpt geen zier. Tja, waar zijn ze nou? Nou, ze staan hier buiten, vlak achter de deur. Ik neem er wel mee. Goed hoor, welterusten dan maar, hè? En wees menselijk voor Japke. Vanzelf kijken, vanzelf. Ik heb heel al gezegd dat ik Maamke niet van school neem. Ze is nog te jong. En Japke is geen fluitenbel. Die doet geen domme dingen. Nou, wel te rusten dan maar. Wel te rusten hoor, Jouke. Wel te rusten. Ze is rustig meegegaan, Mim. En alles komt goed, hoor. Kom hier. Dat weet ik wel, mijn jongen. Dat weet ik wel. Luistert naar het vijfde deel van onze hoorspelserie Arjen. Technische realisatie Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.